Jong AZ en NAC het veld betreden van het AVAS trainingscomplex. Onder aanvoering van de arbitrage. Luc Timmer, dat is de scheidsrechter van dienst. De ene met een ondershirt, de ander niet. Deze Hongaar, Milos Kerkes, vindt het overbodig. Gaat zijn debuut maken als basisspeler in Jong AZ. Viel wel al in het eerste. Wordt gehuurd van Milan. Hij de linksback van dienst vandaag. Middenveld gevormd door Koopmeijner, Schouten en Buurmeester. De vorige drie man sterk. Griffith, Poku en Tabouni. Je ziet aan Tabouni dat het wel eens warmer is geweest. De elf van NAC Breda. Met eigenlijk weinig verrassingen. Bakker weer terug. Na twee wedstrijden absentie. En voor de rest de verwachte spelers. Hilterman en Bannis voorop. Seuntjens. Handig balletje. De Roy. Controle is goed. Het vervolg buitenom. Listig geschoten. Dat scheelt heel weinig. Daar komt Jong AZ goed weg. En heeft Kai de Roy pech. Prima individuele actie van Kai de Roy. Begint allemaal met de controle. Dan kan je de actie een vervolg geven. Past net niet. Handig hakje van Buurmeester. Tabouni wacht op ondersteuning. Nu gearriveerd in de persoon van Koopmeijners. Poku aannemen. Kan draaien. Dat is riskant. Koopmeijners. Eerste doelpoging van Jong AZ. Opvallend hoe Poku daar die bal kon controleren. Zijn gezicht naar het doel kon krijgen. Dat doe je toch liever niet als verdediging. Hij kreeg het voor elkaar. Griffith binnendoor. Dit is een moment voor Jong AZ. Goed de pas afgesneden door Adileu. Corner voor de jonge Alkmaarders. Tabouni. Afvallende bal is voor Koopmeijners. Knap gedrukt. Herkansing geplaatst in de handen bij Olij. Eerste echte werk voor de doelman van NAC Breda. Schot was er van Louis Schouten. Bannis. Zoekt de combinatie met Seuntjens. Belofte elftallen hebben moeite bij standaard situaties tegen de normale elftallen. Omdat ze fysiek gewoon wat minder ontwikkeld zijn. Bakker scoorde in de heenwedstrijd met het hoofd. Nu werkt Bakker hem ook weer binnen. Niet met het hoofd. Maar het is wel 1-0 voor NAC. Weer Danny Bakker. En bijna in dezelfde minuut als in Breda. Loopt bewust naar de tweede paal om eventueel een verlengde bal binnen te werken. En dat lukt. Gemmel even geen rugdekking. Bannis loopt binnendoor en probeert het dan. Windje tegen. Makkelijke vangbal. Tabouni. Kerkes meegeven aan Tabouni. Goed gespeeld zeg. En daar de redding van Olij met de billen. Gaat op de bal zitten. Het wordt een ei, maar geen goal. Dit was goed gecombineerd tussen Tabouni en Kerkes. Vooral het balletje van Kerkes. Juist de snelheid. En dan door de benen geprobeerd. Olij houdt ze gesloten. Koopmeijners. Seuntjens draaien. En het spel verplaatsen naar Velanas. Die is nu verlost van Gemmel. Velanas nog een keer kappen. Nou, die bal ligt lekker. Het schot net een metertje te ver naar links van Odysseus Velanas. En ook Reus lag nog in die hoek. Pas net begonnen is. Velanas drijft de bal op. Achterin halen, hoekschop versieren. Ja, ze hebben het naar het zin. Lang weer moeten wachten op een away day. Vanavond is het zover.
corner. Nog een hoekschop komt er. Nu aan de andere kant. Hier gaat de Cagro trappen. Hier wel gekozen voor de indraaiende variant. En die wordt gekopt door Adileu. Maar die heeft het doel niet helemaal goed voor ogen. Loopt niet bij Jong AZ. Het is ook lastig om het te laten lopen. Vanavond als deze. Griffith met Mashart. Combinatie geslaagd. Griffith de hoek is lastig. Dus maar voorgeven. En dan wordt hij niet binnengelopen door Poku. Omdat Lijon goed meedoet. Griffith. Snelt er weer langs. Prima balletje. Hier dan het schot. Weer niet het schot. Precies het moment dat je toch echt wel verwacht dat buurmeester uithaalt. Zoekt hij het toch weer bij iemand anders. Sociaal. Maar soms moet je niet sociaal zijn. Velanas. Corner. Wat een gelegenheid was dat voor Jong AZ. Cagro vangt op. Nu breekt Jong AZ uit. Tabouni, overtreding wordt er gecoacht. Om de counter onschadelijk te maken. Die komt er niet. Nu heel veel spelers van Jong AZ voor de bal. En Adileu bereikt Velanas. Seuntjens met de loopactie buitenom. De overlap. Seuntjens stiften naar de tweede paal. Ouderwets op de reclameborden beuken. Het is er niet vaak gegeven uit supporters. Maar hier in Weidewormer kan het. Koopmijners. Kan er eind komen. Banzuzi. De Roy uitgeschakeld. Maar de aanval van de NAC gaat verder. Velanas, Seuntjens. Voor het doel Bannis. En nog drie andere NAC-spelers. Maar daar gaat aandacht niet naar uit. Aandacht gaat uit naar dit schot. Het prachtige schot van Cagro. Ja, wint mee. Goed geplaatst. De redding lekker. Ook voor Van de Graven. Een zwevende doelman. Hoge, verre, diepe bal erachteraan rennen. Het is geen originaliteitsprijs, het is wel een kans. Het is eigenlijk wel de originaliteitsprijs, want dit is niet de normale manier van aanvallen. Maar Panis kan het daarna wel proberen. Kerkers geraakt. Na dat duel. Voel direct. Onderkant knie, kuitbeen. Is het kramp? Daar lijkt het wel verdacht veel op. Veel meters gemaakt, veelvuldig ten aanval getrokken. De koek lijkt op. En gaat ook direct gewisseld worden bij Jong AZ. Wouter Goes komt voor hem in de plaats. Nog een kwartiertje. En dan is het 6 op een rij. De Jong. Bakker stapt in. Kerstens aan de rechterkant. Perfect bediend door Bakker. Nog wel wat spelers in de weg. Op links meldt zich Banzuzi. Kerstens doet het vooralsnog zelf. En dat is niet ongevaarlijk. Het gevaar nog altijd niet geweken. Omdat ze bij Jong AZ nogal bijzonder uitverdedigen. En nu heeft Reuzen wel. Knap gedrukt schot van Velanas. Twee kansen voor de prijs van één aanval. Maar het blijft 0-1. Velanas met een dappere poging.
echt wel hard, wind mee, stuit, goed gekeerd. Gendel. Poku. Gemmel. Koopmijners. Nak nu wel heel erg terug. 25 meter van het eigen doel. De meest vooruitgeschoven pion. Ook een beetje de problemen over jezelf afroepen. Hoe groot worden die problemen? Niet groot genoeg. Daar, Vangelis Pavlidis. Zijn broertje dus nog niet ingevallen. Afgelopen weekend weer goed voor de winnende treffer. Vangelis dus. En dit is Vasilios. Zorg Nak hier met een tweede treffer voor de beslissing. Dat is niet het geval. Komt Jong AZ nog tot een kans. Laten ze daar een keer mee beginnen. Dan is het aanspelen van Alouche wel een goede zaak. Want die valt wel ijverig in. Gebeurt wat als hij de bal heeft. Dit is ook goed van hem. Poku. Maar weer geen kans. Uitbraak Nak. Kerstens. Draait Kerstens, krijgt het wel bij Seuntjens. Die opent goed naar Velanas. Velanas, de controle en het binnenschuiven. De punten zijn binnen voor NAC Breda. En Velanas zorgt voor vreugde bij de 180 die meegekomen zijn. Prima voorbereidend werk van Kerstens en van Seuntjens. Panklaar aannemen met rechts en door de benen. En 0-2. Afgelopen. NAC verslaat Jong AZ. Het was niet echt verheffend, het was niet spectaculair. Het was degelijk en solide. En Jong AZ niet bij machten om het NAC echt lastig te maken. NAC wint. Blijft op die laatste playoff plaats staan.